Wat ik hoop dat de impact is van de flexibilisering is dat studenten een leerpad kiezen dat echt bij hun ontwikkelvragen past. En dat het ook gaat passen bij de leven lang leren opgave. Dus dat je misschien later terugkomt om nog opnieuw een stukje ontwikkeling op te pakken. Dat we dat nog veel meer faciliteren. Avans geeft nu ongeveer 60 opleidingen. Je kunt je voorstellen dat als elke student een 25% van zijn opleiding zelf mag kiezen, dan zit je misschien wel op 30.000 loopbaanpaden. Dus dat is nogal een uitdaging, logistiek, maar ook in het begeleiden. En ik denk dat technologie ons daar enorm bij kan helpen. En dat proberen wij dus nu ook mogelijk te maken. Nou, wat ik heel mooi vind is dat het verbinden van mensen, processen en technologie echt leidt tot ook een betere samenwerking, vind ik, binnen de instelling. Dat was er altijd al wel, maar het was toch een beetje de dienst die iets leverde aan het onderwijs. Maar nu is het echt co-creëren, ook binnen de instelling. Dus het gevoel dat je echt samen voor die student bezig bent, is alleen maar sterker geworden.